Hey mensen, welkom bij deze nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik naar school toe. Jullie zien het al, ik heb wat netjes gekleed dan normaal. Of jullie zien het niet, omdat het licht weer te donker is en de lamp staat niet aangesloten. Maar het is dus mensen, ik keek vanochtend uit het raam. En wat zag ik? Ik zie sneeuw. Het is dat ik met een GoPro niet kan inzoomen. Kijk mensen, ik ben echt aan het sparen voor een goede lens. Maar er komen soms deze dingen tussendoor wat ik echt moet kopen. Zoals voor mijn scooter als die kapot is. Vandaag is er een 70% korting met Gymshark. Dat wil ik ook kopen, want sportkleding. Ik draag nog steeds sportkleding die ik 3 of 2 jaar geleden ook al droeg. Maar ik heb me dus netjes gekleed, want ik kom waarschijnlijk te staan op de kerstmarkt op mijn school. En dat is gewoon heel leuk. Maar ik ga nu meteen ontbijten. Jullie zien eigenlijk nooit hoe mijn ochtend eruit ziet. Eigenlijk start ik de ochtend altijd met creatine, maar dat vergeet ik soms. Dus dat ga ik er nu bij pakken. Daarna ga ik ontbijten. Daarna na het ontbijten drink ik weer water en dan gewoon alleen water. Maar ik ga nu mijn creatine maken. Iets van maken. Jullie zien het wel. Als eerst heb ik er een klein beetje limonade in gedaan, want zonder limonade smaakt het naar Playmobil. Ik zeg Playmobil, maar ik bedoel Play-Doh. Want Playmobil is natuurlijk een soort van Lego, maar dan voor kinderen, volgens mij. Sorry, nee, dat is Duplo. Laat ik maar, als Playmobil weet, dan weet je het. En 3 schepjes van deze creatine doe ik hierin. Zo ziet het er dan uit en dan meestal draai ik het soms zo een beetje rond als je nog tussendoor dingen moet doen. En dan zie je al, het ziet er een beetje uit als fristie. En nu ga ik er nog water bij doen. Dit is dan nou uiteindelijk het lekkere drankje wat ik elke ochtend moet drinken. Dan doe ik nog dit erbij, moet ik even horen en dan ga ik het op drinken. Ik dacht opeens, ik heb zin in eieren, dus ik ga eieren maken. En nu waren we aan het koken. En ik weet niet hoe het moest, dus ik heb een keer van mijn vader een lijstje gevraagd van hoe je het maakt. Dus ik moet hem op de plaat rechtsboven zetten. Heb hem op 9 gezet. En wanneer die kookt moet eieren. Ik weet dus niet precies wanneer koken is. Maar dan moet ik hem op 7 minuten laten bubbelen. Timer van 5 minuten. En wanneer de wekker afgaat, betekent het ei schrikken. En mensen, ik wist het. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik moest hem op 9 zetten, het ei erin. En terwijl het ei erin zat, wachten tot het kookt. Dus ik heb het helemaal fout gedaan. Ik ben slim met dit soort dingen altijd. En het proces is weer opnieuw gestart. Yo! Hier zijn de eitjes. Ik heb ze perfect gemaakt. Kijk. Mensen, ik vind eieren zo lekker. Maar die nasmaak. Oh, wat smerig is dat. En het eivel komt nooit goed weg. Dus ik moet het even weghalen. Ik ga nu hetgene dus waarmee ik film mijn GoPro even op top laten leggen, want ik ga hem natuurlijk meenemen. Als ik hem niet vergeet natuurlijk van de lader af te halen. Ik weet niet waarom ik nu ook rondjes loop. Maar ik ga hem meenemen naar school toe. Al heb ik vandaag geen lessen, maar wel een gesprek over de kerstmarkt. Nou, ik heb mijn monitor sticker aangesloten. Misschien merken jullie het. Normaal heb ik mijn GoPro zo vast. Zo vast ongeveer. Nu heb ik hem weer zo vast. Nu kan ik hem zo ver houden, maar dat ga ik niet doen. Want dat ziet er uiteindelijk echt niet uit. Ik moet me nog steeds echt mezelf aanleren om gewoon te leren vloggen in openbaar. Want gisteren had ik ook weer een opdracht. Ik moet even op de trap letten, mensen. Gisteren had ik weer een opdracht voor school. Dat ik moest vloggen met een groepje. Nou, met een groepje is nog stommer. Maar ja, wanneer de kerstmarkt is, je ook proberen ook een kleine video van te maken. Niet iedereen zou op camera willen, maar dat maakt uiteindelijk niet echt veel uit. Want dan zet ik ze ook niet op camera. En velen van jullie weten dat ik van, hoe heet dat? Van popcorn hou. En ik heb van Sinterklaas, heb ik een adventkalender gekregen. Maar mijn hond vindt die camera nou nog steeds een beetje gek. En ze gaat weer slapen. Oh, mijn camera filmt weer schuin, zegt hij. Chill. Dit is echt irritant, mensen. Ik ben mijn kabel kwijt voor waarmee ik mijn GoPro oplaad. Zeg maar waarmee ik hem oplaad met de powerbank. En als ik die kwijt ben, heb ik maar zo'n klein kabeltje. Zodat die grote kabel echt lang is. Ik ging even goed nadenken. Toen wist ik, hij ligt hier. Dus ik heb hem gevonden. Met het oortje die ik ook kwijt was. Terwijl het gewoon bij de voordeur was. Ik ga nu naar mijn school toe. Dus, en ik neem mijn GoPro mee trouwens. Ik zit op lader, dus waarschijnlijk tot in de trein. Mensen, nieuw achtergrond. Mijn haar is nog meer verpest in de wind.
Maar ik ben op het station aangekomen. Het is de eerste keer dat ik buiten vlog. Eigenlijk echt met veel. De kabels zitten nu wel in de weg. Ik ben nog steeds, vind ik het een beetje ongemakkelijk om te filmen wanneer mensen omheen zijn. Daarom heb ik mezelf hier een beetje afgesloten. Helemaal aan het eind van het perron zonder mensen. Alleen daar aan de overkant zie ik mensen. Maar die zitten met hun rug naar mij toegekeerd gelukkig. En ik ben veel te vroeg op het station. De trein komt om 14:24 aan mijn hoofd. En het is nu 14:45. Dus dat is nog lang wachten. Ik heb dus nu oortjes bij me. Oh nee, kak, die oortjes zijn niet bij me. Maar ik heb zeg maar zo'n import voor een microfoon in mijn GoPro zitten. Ik dacht, wat nou als ik mijn oortjes daaraan uit aansluit? Krijg ik dan een microfoon van mijn oor storen? Dan hoor ik dan mezelf, want dat is meestal wel zo. Het is dus, ik krijg best snel nekpijn. Maar met die kou is het nog erger dus. En dat is echt irritant, jullie willen niet weten. Ik heb heel snel dingen... Godsamme. Ik heb heel snel overal nekpijn. Ik kreeg ook zelf bijna mijn kaak. Het is dus grappig. Hier zit mijn lens, zoals jullie weten. En hier zit mijn scherm. Ik kijk nog te vaak naar het scherm. Dat moet ik nog steeds echt afleren. Dat is echt niet slim van me. Want, ja, misschien merken jullie niet eens. Maar ik moet het voor mezelf echt afleren om niet naar het schermpje te kijken. Maar het is wel moeilijk, want de lens zit aan de rechterkant. Het schermpje aan de linkerkant. En bij een echte camera zit de lens gewoon in het midden. Dan kan ik het schermpje uitklappen wanneer ik wil. Maar die echte camera heb ik nog niet, want die is nog veel te duur. Ik dacht de trein is eindelijk, maar dat is niet. Dit is een sprinter en dit is spoor 6. En mijn trein komt op spoor 5 en die is nog steeds leeg. Nog 5 minuutjes wachten en dan komt hij uiteindelijk waarschijnlijk aan. Hoop ik. Oh, ik kom mededeling. Oh, ik ga het niet over. Het gaat over komende vrijdag. Maar dan rijden de staken. Dan staken de mensen die de trein besturen. Dus ik hoop dat ik gewoon nog naar school kan. Want vrijdag is een onderdeel waar ik een cijfer van krijg. Dus ik hoop echt dat ik naar school kan. Mensen, de trein is er. Eindelijk, na wachten in die kou. Joehoe. Nou, ik zit uiteindelijk ook in de trein en er rijdt ook, dus er komt een timelapse aan. Dus veel succes met kijken naar de timelapse. De volgende metro komt over 4 minuten aan. Er zijn heel wat meer mensen om me heen. Ik moet echt leren. Gewoon niet naar die mensen kijken, alleen naar die koopgroep kijken. Op 3 minuten komt de nieuwe metro aan en daar moet ik er nog weer op wachten. Maar dan hoef ik alleen nog te lopen en dan ben ik bij school. Het is dus, ik had vandaag eigenlijk geen school, dus ik ga alleen voor deze afspraak naar school toe. Maar ik heb het ervoor over, eerlijk gezegd. Want het is een afspraak over de kerstmarkt, DB Candy en alles voor DB Candy. Geef ik ervoor over. Alleen als ik school heb en ik moet iets doen voor DB Candy, dan doe ik het natuurlijk niet, want ik moet niet school missen. Dat moet jullie ook niet doen. En sinds kort werkt mijn powerbank niet meer terwijl ik film, gek genoeg. Ik vind het oprecht jammer, want nu moet ik een andere oplossing zoeken als mijn GoPro batterij ligt. Nu moet ik echt aparte GoPro batterijen gaan kopen om überhaupt te filmen. Moet ik helemaal uitwisselen. En dat is met een media mod is dat niet fijn, want dan moet ik mijn media mod, dan moet ik hem. Al die dingen die hier zijn, zeg maar, hoop niet dat ik niet erg horen. Maar dan moet ik eerst als ik hem op mijn helm heb bijvoorbeeld, moet ik eerst de GoPro van mijn helm afhalen. Dan vanaf mijn helm moet ik de media mod ervan afhalen. Dan moet ik nieuw iets van oude batterij uithalen, volle erin, media mod erop en GoPro op mijn helm. En jullie willen niet weten, ik gebruik een schroevendraaier om die GoPro op mijn helm te zetten, omdat het schroefje waarmee die zeg maar vast zit.
echt strak moet dat, anders flipt hij zeg maar over door de wind. En met een schroevendraaier rijden en als ik bijvoorbeeld een keer naar een meeting ga, dat is niet chill. Dus hoop dat ik een goede oplossing ervoor kan vinden. Yes mensen, ik ga er weer de warmte in. Die Gilo M50 Gein staat aanrijdend. En dat klopt, hij is ook aanrijdend. En ik ga lekker... Ik sta trouwens voor de eerste keer echt helemaal aan de voorkant. Dat is grappig, je ziet nooit die mensen zien die er binnen zit. In ieder geval bestuurd. Wat is er? Dus vandaag heeft het gesneeuwd en nu is het weer een soort van aan de sneeuw, heel lichtelijk. Want er komen ijsblokjes op mijn GoPro. Dus geen hagel. Want dat had ik gisteren al jammer genoeg meegemaakt. Ik heb heel erg pijn aan mijn hand gekregen door die hagel. Oh, er zit een druppel op de lens. Ik stop mijn GoPro even weg, want jullie weten, mijn GoPro is niet waterdicht, dat ik jullie al een keer had verteld. Het is alweer avond, mijn GoPro deed net, klikte de aanknop in. Hij ging alleen mijn zwart scherm hij ging alleen zwart scherm geven, dus ik dacht even dat hij kapot kan. Ik heb voor Sinterklaas ook een hele lekkere trui gekregen. Sorry, ik zat even ergens op te letten. Maar de afspraak ging goed. Ze heeft me allemaal dingen uitgelegd. Ik dacht dan een heel zo'n toelatingsprogramma nog was, maar dat was ze niet. Ze ging gewoon uitleggen hoe alles werkte, hoe de pakketten gingen, wat er ongeveer in die pakketten ging, hoeveel het ongeveer kost, dit, dat, zus, zo. Het is dus allemaal goed gegaan, wat ik allemaal zei. Maar ik wil jullie bij deze heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Eindelijk dat ik ook wat meer in het openbaar ben. Ik wil het steeds meer leren. Maar wat ik altijd zeg aan het eind van de video, dus doe het belletje aan. Duimpje neer en tot de volgende keer. Later.